Goedemorgen. Goedemorgen. Met Wil van Delft van programma Delftflow. Hey. Goedemorgen. Welkom hier in het programma. De reden dat we jou uitgenodigd vanmorgen is vanwege de laatste single. Niemand kon mijn ogen lezen. Ja, dat klopt. Is een toch een beetje heel aparte single, Johan. Ja, het is apart, hè? Ja, dat is ook de bedoeling dat hij apart is. Ja. Ik heb hem in januari al uitgebracht eigenlijk. Ik heb hem later door laten pluggepast. Dus vandaar dat hij nu pas eigenlijk bij de meeste terecht komt. Dus hij was eigenlijk van plan eigenlijk al eerder gemaakt, maar je hebt hem later uitgebracht. Nee, ik heb hem in januari heb ik hem uitgebracht, zeg maar. Dus ja. Ik heb hem in januari was hij al online. Alleen toen heb ik een beetje zelf gepromoot. En de laatste tijd toen dacht ik van, nou, ik laat hem lekker doorpluggen. En zodoende komt hij nu eigenlijk pas terecht bij heel veel radiostations. En is hij nu pas eigenlijk echt uit. Maar hij was al in januari uit. Ja. Het is een, zoals we in een persbericht lezen, het is een soort autobiografisch nummer, hè? Ja, dat klopt. Vertel er iets over. Nou ja, het nummer is geschreven zoals ik het eigenlijk wilde. En dat klinkt even natuurlijk heel, want iedereen wil natuurlijk geschreven worden hoe die wordt geschreven. Maar dit is een nummer dat ik zelf heb meegemaakt. Dus zowel de clip als het nummer zelf heb ik geheel zeg maar meegemaakt. Dus het is een echte levensverhaal uit een periode van 2010, 2013. En ja, dat wilde ik laten vertalen eigenlijk, zodat mensen ook weten van, hey, het is niet altijd rozig, al is het altijd gezellig en leuk en plezier. Maar dat is het niet altijd. En dat wilde ik laten zien in deze single. En die slaat ontzettend goed aan, merk ik. Ja, het is een periode geweest dat het allemaal wat minder was hè, rondom jou, hè? Ja, het is in 2010, 2013. Toen was ik net 18 in 2010. Nou, als je 18 bent, ja, dan kan je natuurlijk overal naartoe. Je kan een discotheek hier, je kan plezier maken, je kan gezelligheid kan je maken. En toen had ik zoiets van, nou, ik hield van een drankje in die tijd. Ik drink inmiddels 6 jaar niet meer. Maar in die tijd dronk ik wel heel veel. En ik had zoiets van, ja, dit is gezellig, dit is leuk. En op een gegeven moment kom je erachter dat dat niet het leven is zoals je het wilt. Nou, toen heb ik heel veel dingen eigenlijk verpest. Ik heb school verpest, studie verpest. En zodoende, ja, kom je uiteindelijk erachter, dit is niet wat ik wil. En na 4 jaar, in 2014 begin, ben ik gestopt. En daarna kwamen ineens allemaal goede dingen op mijn pad. En ja, tot waar ik nu eigenlijk ben. Ja, het is een veranderd leven, maar ik denk dat we met leeftijd, ik denk niet dat je daar zo bijzonder anders in bent. Want ik denk dat er in die leeftijdsgroep zoveel zijn die op een gegeven moment dat verkeerde pad op gaan. Exact, en daarom heb ik ook zeg maar dit nummer gemaakt. Niet alleen voor mezelf eigenlijk, het nummer is eigenlijk ook ja, in het algemeen aangeschreven. Voor iedereen die dit een beetje heeft meegemaakt. Of iedereen die even in de goot heeft gezeten en weet ook van oké, ik ben niet de enige. Er zijn er meer die dit misschien hebben gehad, of misschien nog steeds. Ik bedoel, er zijn er genoeg, zeker ook op latere leeftijd, die misschien dit nog steeds hebben. Ja. Die hier nog steeds in zitten. Dus ja, daarvoor heb ik ook dit nummer gewoon uitgebracht. En ik vind ook, dat is ook de eerlijkheid denk ik, voor mij als artiest om te laten zien van nee, tuurlijk, ik hou van feestmuziek, ik zing altijd natuurlijk feestmuziek. Maar dit mogen mensen dan ook in dit geval van mij weten. Ja. Alle respect voor dat je dit zo gedaan hebt namens mij hoor. Ik heb er alle respect voor. Dankjewel, Wil. Ja. Even voordat we verder praten, ga ik eerst nog eens wat doen. Ik ga jou de hele hartelijke groet overbrengen namens Hetty Thompson uit Florida, die meeluistert. En ook namens Ada Sally. Ja, klopt. Die zeiden, ze stuurden al bericht dat ze gingen meeluisteren. Dat is helemaal top. Tenminste, Ada hoorde ik al. Dus, nou, in ieder geval, dank jullie wel, Ada en Hetty ook in ieder geval voor het meeluisteren. Dat is natuurlijk helemaal mooi om te horen. Ja. Oké, voordat ik het vergeet, anders krijg je dat andere dingen natuurlijk. Jij hebt ooit meegedaan aan de talentenjacht, toen is het al een beetje begonnen, Johan, of niet? Nou ja, talentenjacht, ik heb er in het begin, 2018 ben ik eigenlijk pas een beetje opgestart met het zingen, zeg maar, via een talentenjacht in het Oude Gemaal in Den Haag. En inmiddels, daar kwam ik dan naar de halve finale en daarna ook de talentenjacht halve finale. Daarna ben ik een paar keer niet doorgegaan en nu inmiddels bij 2 talentenjachten gewoon ontzettend leuk. En gewoon door naar bijvoorbeeld Winterstar en landelijke, waar ik gewoon naar de halve finale ben, dat is gewoon ontzettend geweldig. En gewoon, ja, als je het met Facebook een beetje in de gaten houdt, ontzettend veel optredens de afgelopen 2 jaar gedaan. Ja. Dus ja, het is een beetje geëxplodeerd de afgelopen 2 jaar. Maar het is toch een aparte soort muziek wat je uitbrengt, positief bedoeld. Bijvoorbeeld, ik heb zojuist nog een fragment gedraaid van een andere zinger, Ik Ben Het Waard, is toch ook weer een beetje in de trend van deze single, hè? Ja, dat klopt. Ik Ben Het Waard heb ik in 2019 uitgebracht. Ik wilde als eerste single, en ja, je eerste single vind ik, maar dat is dan mijn persoonlijke mening, moet gewoon bijzonder zijn. En ik wilde in mijn eerste single laten zien van, hé, dit is hoe ik ben geweest en dit is hoe ik nu ben.
Dus dat laat eigenlijk zien van, in het begin zie je ook eigenlijk een beetje blauw-wit, zwart-wit beeld. Van zo is het geweest. Van nou ja, ik heb overal, liep niet helemaal lekker in het leven. En dan zie je aan het einde, zie je dan uiteindelijk dat leven dat ik opsta, zeg maar, leven, ik kies voor leven. En dat je dan mijn kinderen aan het einde ziet en dat is dan het leven van nu. Nou ja, dat wilde ik uitbrengen, omdat heel veel artiesten en zangers doen dit eigenlijk niet. En dat is best wel jammer, vind ik zelf. Want ik vind dat is toch een persoonlijk stukje wat je van jezelf laat zien. En wat je denk ik ook echt maakt. Ja. Ja, op zich helemaal niet verkeerd. Maar brandende vraag van mij is, hoe zijn de reacties geweest tot het uitbrengen van deze single? Van die nu of de vorige? Ja, van Niemand Kom en Overlezen. De reacties zijn fantastisch. Ik kreeg berichten echt van mensen die op een gegeven moment zeiden van, mijn neef die zit er nu helemaal in en die haalt er kracht uit. Een ander die zegt van, ja, het is echt prachtig, het is mooi, het is geweldig, nieuwe sound, het is anders dan Ik Ben Het Waard ook. Ik bedoel, het is een beetje wel hetzelfde genre, maar ook even een ander geluid weer. En ja, heel veel mensen zeggen ook, wat jij in dit geval ook aangeeft, het is apart, het is uniek, het is apart. Het is even een ander, ja, ander geluid eigenlijk dan de feestmuziek natuurlijk, wat we heel veel tegenkomen tegenwoordig. Dus ja, de reacties zijn wel, en ook over de clips trouwens, heel lovend. Ja. Dus, maar daar probeer ik ook zoveel mogelijk tijd aan te besteden, aan de clips ook. Dat er gewoon een hele mooie clip bij zit, maar dat het verhaal er ook in verteld wordt, zeg maar. Ja. Even wat anders, wat betreft de muziek. Zoals ik de laatste tijd jou ook een beetje gevolgd heb op de social media, ben jij ook heel erg actief geweest in het meer het sociale voor een ander? Ja, ik ben zeker heel erg actief geweest. Zeker voor de goede doelen ook, voor Jamie onder andere. Dat is een jongen met een spierziekte, die zit nu in Hongarije. Die had 2 miljoen nodig, bijna 2 miljoen. Dus die hebben we dan geholpen met het team van de radio waar ik natuurlijk ook bij draai. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben voor Sam, dat is een jongen van ALS, die bezig is daarvoor, van 11 jaar, die is bezig voor ALS. En natuurlijk voor de ouderen ben ik bezig geweest om op te treden en verstandelijk beperken. Ja, daar hebben we heel veel belangeloze optredens voor gedaan de afgelopen periode in de coronatijd. Dat ze opgesloten zaten, dat je echt gewoon ouders op een gegeven moment, of tenminste dat je kinderen van dit soort ouderen buiten zag staan en dat ze gewoon vertellen van dit is even gewoon een oppepper, maar we mogen er niet bij. Ik heb zelfs overledenen meegemaakt in die tussenperiode van mensen toen wij stonden op te treden ergens. Dus ja, je maakt van alles mee, maar wel hele mooie dingen het afgelopen jaar gedaan. Ja. Persoonlijke vraag, als ik mag zeggen, persoonlijke vraag, na heel dat gedoe, wat je toen zag in het begin van het gesprek zei, dat je zoveel jaar verder bent, wat je nu allemaal doet, hoe voel je jezelf daarbij? Ik voel me fantastisch. Sinds dat ik eigenlijk gestopt ben en heb gezegd van hé, ik ga mijn leven omgooien in 2014. Ja, gaat het gewoon ontzettend goed. Het is wel een piek en dalen natuurlijk. Je hebt natuurlijk ups en downs. Maar het gaat ontzettend goed. Nou, in 2018 heb ik toen van het voetballen uit, eigenlijk het voetballen uit. Want ik ben er oorspronkelijk natuurlijk, kom ik uit de sportwereld en ben ik nog een jeugdtrainer geweest bij ADO. Ben ik de muziek ingegaan. En ja, dat is gewoon een ontzettend goede switch geweest. En als je kijkt van 2018 tot nu, Wat er allemaal is gebeurd en waar ik nu sta, ja, dat is denk ik wel echt een hele mooie stap geweest. En ja, nog steeds een stap die ik zeker niet had willen missen. Ja. Maar is het ook met deze laatste single, Niemand Kon Me Overlezen, is dat ook een soort iets van je afschrijven of iets verwoorden in een muziek van hetgeen, iets van je uit je hart? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, dat komt wel dichterbij eigenlijk. Kijk, het is niet echt iets van me afschrijven of wat dan ook. Maar ik wilde de mensen laten zien, omdat ik op het podium vaak de Nederlandse feestmuziek erin gooi en alles, wilde ik ook dit stukje persoonlijk laten zien van, hey mensen, het is niet altijd vrolijk, het is niet altijd gezelligheid in het leven. Al straalt iemand dat wel altijd uit, maar het is niet altijd zoals het is. En dat wilde ik gewoon aan de mensen meegeven. Daarbij wilde ik ook gewoon iets anders laten horen dan wat je tegenwoordig gewoon heel veel hoort. Of heel veel ziet, iedereen wil natuurlijk heel vaak die feestmuziek erin gooien en alles. En dan natuurlijk eigen zin met feest erbij. Ik wilde gewoon echt een verhaal vertellen van dit kan ook gebeuren bij iemand. En dit kan iedereen overkomen. Het is mij overkomen en het kan jou ook overkomen. En dat is waarom ik deze single heb uitgebracht, zeg maar. Ja. Iets voor de luisteraars die meeluisteren. Zij die meer informatie wilden weten over jou, waar kunnen ze dat vinden, Johan? Nou, ze kunnen naar YouTube, daar staat hij op. Johan Rensen, daar staan ook de andere singles op. Spotify, Johan Rensen. Facebook, Johan Rensen. En Johan Rensen Muziekpage, mijn artiestenpagina. En dan heb je ook nog Instagram, Johan Rensen Music. En daar kunnen ze me allemaal op vinden. Oké. Mag ik jou op de eerste plaats heel hartelijk bedanken voor het gesprek vanmorgen live hier in het programma. Een mooie afsluiter zou zijn voor dit gesprek is, als je zelf de single aankondigt, te gaan draaien. Nou, dankjewel Wil, in ieder geval jullie ook weer voor en al die radioshows natuurlijk voor deze promotie. Dank jullie wel in ieder geval voor het bellen. En hier komt mijn single. Johan Rensen, Niemand Komt Mijn Ogen Lezen. Dank jullie wel. Ik wens je nog een fijn weekend en bedankt. Groetjes. Doei. Hetzelfde Wil, tot ziens. Hoi.